allemaal altcoins. Ja, mijn zak met altcoins. Ja! Yeah. Zo voelt het een beetje misschien, hè? Als je die altcoin hebt gekocht in maart, of ik weet nog toen ik Overledger promote, en ik heb zelf toen ook gekocht, hè? En wat het nu nog waard is, of Sharder, of nou, noem maar op, hè? Ja, we zitten in een fase van de markt die relentless is, hè? Zouden ze in Amerika of Engeland zeggen, geen medelij kent, en we bloeden verder weg. En wie doet dat nou, hè? Zijn dat die grote jongens, die whales die ons hier aan het naaien zijn? Nee, dat zijn we allemaal zelf. Wij zijn degene die aan het verkopen zijn. Dit is het Ethereum Bitcoin kanaal. Wat een indicator kan zijn, heb ik 2 dagen geleden aangerefereerd, in een omkerende markt. Ik ga het niet nog een keer uiteenzetten, maar kijk, als we even wat uitvergroten. Dit is de daily. Dan zien we dat we hier ver aan het sluiten, gisteren al gesloten waren onder deze trendlijn. En ja, we gaan er vandaag in ieder geval niet boven. Wat aangeeft dat Ethereum nog wel wat meer stoom wellicht af te blazen heeft. Als ik de log hier uitzet, komt er sowieso een wat ander beeld ook vandaan. Kloppen deze lijnen natuurlijk voor geen meter meer. Laat ik die even weghalen. Maar dan zie je, kijk, dan zou je zoiets kunnen tekenen, symmetrical triangle, en dan hebben we nog wel wat ruimte naar beneden te gaan. Dat plaatst weer alles in een ander perspectief. Hebben deze altcoins van jou, van mij, ook nog ruimte om te gaan? Ja, kijk, we zitten op dit moment in een fase, kun je hier nog TA op loslaten? Zeker, je kunt de RSI kun je lezen, die staat op zwaar oversold. Dit is dan de 4 uur, maar het zal niet anders zijn op de one day. Kijk maar. Zo geldt het natuurlijk voor heel veel altcoins. Maar je hebt geen historische prijsdata meer om aan te refereren. Zo ook ICX nog wel ongeveer. Kijk, die zit een beetje op het niveau waar hij destijds op Binance op de markt kwam. Maar je hebt gewoon heel veel. Ja, dit is sowieso een nieuwe munt zogenaamd. Van V-chain, van VEN naar VET toe. Ja, het is eigenlijk oude wijn en nieuwe zakken. Bij een van de producten die je met VeChain kunt volgen op de blockchain. Maar ja, dit kan natuurlijk ook nog verder zakken, ondanks oversold condities. Want ja, het voelt een beetje, als je naar de altcoins kijkt, naar een fase van we gaan richting capitulatie. Als je kijkt op Icon, moet je eens kijken hoeveel dagen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rode dagen achter elkaar hebben we gehad. Als je Neblio bekijkt, moet je kijken wat we vandaag weer verder zijn gevallen. Heel hoog volume. Dit is volume wat bij capitulatie zou kunnen horen. Waren het niet dat dit natuurlijk nog geen capitulatiepatroon is. Wat nog aangeeft dat we mogelijk nog verder kunnen zakken. Ja, wie zal het zeggen? In ieder geval is er nog geen teken dat er een omkering is. En ondertussen Bitcoin. Ik gaf het vanochtend al aan op mijn Discord. Kijk, Bitcoin, die heeft... deze lange neergaande trendlijn heeft ons lang gevangen gehouden. Naar beneden gedrukt, zo je wilt. Dan zijn we doorheen gebroken. En op dit moment zijn we diezelfde trendlijn opnieuw aan het testen. En als je het houdt, zou dat een mogelijkheid kunnen geven voor een reversal. Tegelijkertijd, die blauwe lijn die je hier ziet, is de 50 MA. Het gemiddelde prijsniveau over de afgelopen 50 dagen. En ook daar, als je dit wat verder uitvergroot, dan kun je dat wellicht wat beter zien. Kijk, ook daar zit de Bitcoin-prijs momenteel exact op. En dit is zo'n spinning top kaas. Ja, die geeft aan dat we zowel de bears als de bulls, die weten niet meer goed wat nou een goede prijs zou zijn voor Bitcoin op dit moment. We wachten eigenlijk allemaal wat dat betreft af. Gaan we naar boven? Nou, dan zal het er goed uitzien en dan geeft dat ook wat ruimte voor de altcoins om ook. En ik verwacht dat de belangrijke altcoins dan ook flink naar boven zullen
kunnen schieten. En flink in perspectief van deze bearish condities waarin we zitten. In het geval van WAN zou het kunnen zijn dat we weer richting die 55 MA bijvoorbeeld zouden groeien hier. Of nou, dit is al een punt waar we al heel tevreden eigenlijk mogen zijn als we weer terugkomen naar die 2400. Maar zolang er geen significante katalysator gaat komen die een bepaalde goed nieuws aanjager, een aanjager van de prijs van Bitcoin en van altcoins in zijn algemeenheid, is gewoon het vertrouwen er nog niet. En ja, als jij verkoopt, dan verkoop ik misschien morgen, omdat ik denk dat die andere jij, die nu aan het kijken is, de dag daarna weer verkoopt. En dat doen we een beetje met z'n allen. En ja, onderaan het straatje gaat iemand dat natuurlijk spotgoedkoop oprapen. En natuurlijk wil jij dat zijn en wil ik dat ook zijn. Maar het zullen ook de getrainde groot geldbezitters zijn die rustig afwachten hoe wij elkaar over de kling jagen. En ja, dat is natuurlijk een beetje het spijtige verhaal ervan. En dus ik hoop in ieder geval dat je, waar ik al heel veel op gehamerd heb, dat je een redelijke portie, een aanzienlijke portie in Bitcoin hebt gehouden al die tijd. En ook USD Tether of True USD of hoe je het ook wil noemen. Of je hebt het geld in fiat apart gezet. En ik ben tijdens deze run naar boven ben ik weer ingestapt. En eerlijk is eerlijk, daar ben ik nog niet helemaal uitgegaan. Ik heb nog maar een hele kleine portie, zo'n 5% in USD Tether staan. Nee, True USD. Dus ja, ik kan nog een klein beetje profiteren straks als we echt richting die capitulatie gaan. Of ik ben aan het denken van, ja, moet ik nu nog wat gaan verkopen? Wat Bitcoin betreft ga ik verkopen als we onder dit groene vlak komen. Dit groene vlak is opgebouwd vanuit historisch prijsniveau wat zich hier bevindt en historisch prijsniveau wat zich hier bevindt. En alles daartussenin is een gezonde plek voor een bounce. En ik heb er eergisteren al in een video aan gerefereerd met die Fibonacci retracement die ik heb getrokken. Bevindt het zich tussen de 0,5 en 0,618 gulden snede van Fibonacci. Ik ga het niet opnieuw tekenen. Kijk mijn video van eergisteren wat terug als je denkt dat ik Koeter Waals praat. Maar gaan we daar onder terechtkomen, ja, dan wordt het precair. Dan wordt het heel gevaarlijk en dan gaat iedereen in de gaten houden. En gaan we hier onder, ja, onder deze prijslevels komen, dan kun je deze groene vlakken. En iedere keer dan wil ik ze wat vager zetten en dan komen ze weer zo scherp terug. Ik hou er niet van dat scherpe. En wat ik ook niet van hou trouwens, is... misschien is het je al opgevallen, maar ik gebruik de Brave browser momenteel niet meer voor het presenteren van mijn video's. En hoezeer ik ook crypto-minded ben, is de tweede keer dat de Brave browser mij in de steek heeft gelaten. Want ik was net al deze video aan het opnemen. En tijdens het opnemen ervan was ik opeens al mijn tapjes daarboven kwijt. En die heb ik met veel pijn en moeite en niet in zijn geheel, want ik wist niet meer volledig welke het allemaal waren, nu terug kunnen zetten in Microsoft Edge. Het is wat het is. Maar ja, voorlopig voor mij geen Brave browser. Of ze moeten mij kunnen garanderen dat dit niet meer gaat voorkomen. Als het de tweede keer is, hè. Ja. Rood, rood, rood. Hè? We moeten het er even mee doen. En wat je vooral moet doen, is misschien niet te veel doen. Hè? Wat je, ik heb natuurlijk al vaak gezegd, je moet niet verkopen als het op zijn gat ligt. Nou, meer als... Dit kan nog wel steeds, maar het kan wellicht dadelijk zo zijn dat je gaat verkopen en dat de dag erna de boel in één keer 30% omhoog schiet. Dat wil je natuurlijk ook niet. Hè? Vergeet niet, we zitten al in een zwaar oversold gebied en het risico dat het omhoog gaat, wordt gaandeweg groter dan het risico dat dan de mate waarin het nog naar beneden kan gaan. Daarmee niet zeggen dat we niet verder nog naar beneden kunnen gaan. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Je moet dat zelf heel goed afwegen. Maar de prijs om te verkopen is natuurlijk altijd in deze regio's. En niet hier helemaal beneden. Dan ben je feitelijk te laat. En kun je beter eventjes lekker buiten in de zon gaan zitten. In het zwembad gaan hangen. Niet iedere keer je blokfolio verversen. Als je die nog durft te gebruiken. Ik gebruik hem zelf alleen in gepost niet meer. Want je wordt er in deze tijden niet vrolijk van. Als je ook nog behoorlijk wat in altcoins hebt zitten. Nou, even genoeg erover, denk ik.
Het is tijd om wat positiviteit erin te brengen. Want er is nog volle positiviteit te noemen. Ja, misschien ben je al zo ver in de fase van depressie of paniek dat je denkt van rot op met je positiviteit. Heb je mij nu al weggezet? Voor degenen die nog zijn blijven kijken. Positiviteit is Filicoon. Die geeft altijd reële scenario's in die zin. Een bullish en een bearish scenario. Maar hij heeft wel een aantal indicaties gezien in de Elliott Waves. Daar heb je ze weer. Die erop zouden kunnen wijzen dat we zowaar richting de 13.000 binnenkort. Of over een tijdsbestek van enkele maanden zullen gaan. Te starten met zo ongeveer de komende 2 weken. Andersom is er ook een scenario. Nou ja, dat heb ik zo even al geschetst. En daar is Filicoon ook reëel in. Maar hij heeft momenteel nog zijn bullische pet op staan. En nou ja, zolang we ons hier nog bevinden, aan deze kant van het groene vlak, heb ik ook nog voorzichtig mijn bullische pet opstaan. Maar die capitulatie, kijk, dit is natuurlijk een reversal pattern, hè, een inverted head and shoulders. Die totale omkering van de markt naar bullish, voel jij hem al? Als je naar die altcoins kijkt, voel jij hem al? Ik voel hem nog niet. Hè, dus het zou zo waar kunnen dat we nog een verdere ellende door te maken, wil ik niet zeggen. Je moet er gewoon goed op voorbereid zijn. Hè? Dus hoe ga je er goed op voorbereid zijn? Dat laat ik aan jou. Dat laat ik aan jou, ja. Je wil misschien antwoorden hebben, maar kijk, ik heb ook niet altijd antwoorden. Hè? De antwoorden die had ik hierboven, die had ik hier halverwege. En hier vind ik het moeilijk om antwoorden te geven. Je moet jezelf de antwoorden formuleren, als ik ook. Ik kan je wel vertellen, ik heb WAN, maar ik verkoop WAN niet meer. Nee, dat is al een deel van mijn antwoord, maar nogmaals, ik ben geen financieel adviseur. Hè. Jij moet zelf je keuzes maken. Filicoon, nou die kun je, ja, nou, heb ik al gezegd, geen herhalingen, hoppakee. Wat bullische indicatoren betreft, deze kwam voorbij, ik meen in het kanaal van Datadash, hoe je hem ook wil noemen. Warren, ik zeg zijn naam al verkeerd, Warren Buffett, Buffett denk ik. Warren Buffett, niet Buffet. die heeft een indicator, de Wilshire 5000 to GNP. GNP is het totale van goederen en diensten van de Amerikaanse economie afgezet. Tegenover de, wat was die nou, de totale waarde van de aandelenmarkt. Hè? Dus geeft aan, is de waarde van de aandelen nog representatief voor wat de economie waard is. En als dat heel hoog is, te hoog is, dan kan het erop duiden dat er een omkering gaat plaatsvinden. Nou, op dit moment is die nog nooit zo hoog geweest. En als je kijkt naar de S&P 500, die gaat al jaren omhoog, even kanttekening. Helemaal niet thuis in die financiële sector hoor. Dus ik ben de laatste misschien die het moet uitleggen. Maar ik wil het wel even meenemen in het totale plaatje. Ik vang die geluiden wel op. Wat ik op internet lees en hoor, et cetera. Ik kan het veel minder goed uitleggen dan bijvoorbeeld zo'n Datadash dat zelf kan doen. Maar er zijn machten, krachten aan het spelen in het hele macro plaatje. De macro-economie. En hoe alles onderling elkaar beïnvloedt in de wereld. Die aangeven dat bijvoorbeeld de aandelenmarkt wel op een retour zou kunnen gaan geraken. En getuigen ook deze cijfers. Waar gaat dat geld dan naartoe? Als jij die aandelen hebt en je bent een groot geldbezitter. Je wil dat natuurlijk ergens veilig wegzetten. Liefst op een plek waar je er je vermogen verder nog in kunt opbouwen. Nou, een van die plekken om het weg te zetten is de edelmetalen, hè, goud en zilver. Dat is een markt die nog volop groeimogelijkheden heeft. Maar waar nog meer? Nou, misschien wel in zo'n ETF-product als dat dadelijk gaat komen. Gaat dat in augustus komen? Ik heb er nog mijn twijfels over van wat ik er allemaal van lees en hoor. Ik weet het niet, hè? Maar het zou nog wel eens even wat langer kunnen gaan duren. Ik denk dat de SEC wel
het uiteindelijk wel zal gaan toestaan, maar op zulke korte termijn, ja, dat is nog een beetje de vraag. En die vraag, dat zie je nou, ja, die twijfel zie je nu ook terug in de Bitcoin-prijs zelf. Maar wat moet nou je doel zijn in deze markt, hè, Bitcoin? Ik heb het al laatst ook al een keertje gezegd, wat je niet moet doen, is te veel naar zulke kaarten kijken. He, de 1 uur kaart, oh wat gaat je nu doen, oh hij duikelt eronder, oh oh, ellende, verkopen, en nou, et cetera, dat plaatje. He, hou het grote geheel in de gaten, en als je het over een groot geheel hebt, dan zou je bijvoorbeeld zo'n hedgefonds manager zijn voorspelling mee kunnen nemen. Die zegt, nou in 6 jaar is 1 bitcoin $500.000 waard. En hij geeft zelf een nieuw all-time high in 2018 al aan. En zoals ik dat ook al verschillende keren heb aangegeven, dachtend, denkend dat te weten. Maar het zal wel afhangen van zo'n ETF-approval. Dus inmiddels gaandeweg het jaar ook verder voor het, word ik misschien ook wat zelf wat conservatiever in die voorspellingen. Ja, gebeurt het, dan schiet het daar zo naartoe en erboven. Ja, nou, dit is iemand die toch wel van wanten weet, zou je mogen zeggen. Hè? Wil je nog wat verder gaan? 100 miljoen voor 1 bitcoin in 2030. Ik wil wel even zeggen, dit is niet per se mijn mening hoor, maar ik wil je een beetje meelaten dromen naar een niet geheel onzinnig toekomstbeeld. Dit gaat er dan wel vanuit dat er een flippening plaatsvindt, dan niet van bitcoin naar Ethereum, maar van fiat naar bitcoin. En op het moment dat meer en meer mensen en bedrijven, ondernemingen, regeringen bitcoin gaan gebruiken als betaalmiddel en de positie van centrale banken steeds meer obsolet, overbodig, niet meer bij de tijd passend gaat worden, want dat wordt er een gevolg van, gaat ook de waarde van het fiat geld natuurlijk steeds minder waard worden, wat mensen er eerder toe zal brengen om over te stappen naar die nog altijd groeiende, niet zo ridicul groeiende markt als nu, maar nog steeds groeiende cryptomarkt in een nabije toekomst. Ik pluk even een jaar 2025 of zo. Als dat dan gebeurt en je stelt je voor dat heel de wereld Bitcoin gaat gebruiken, kijk, dan kun je gaan denken aan dergelijke cijfers. Gaat heel de wereld straks Bitcoin gebruiken? Ja, hè? We hebben dadelijk een Lightning Network. Hè? Dus je kunt ook als betaalmiddel een kopje koffie straks met Bitcoin kopen. Is dat afdoende? Hè? Of zijn er dadelijk andere crypto's die Bitcoin in dat opzicht voorbij streven? En wordt Bitcoin alleen maar een sentimenteel store of value? Ik denk zelfs dan, hè, als een waardeopslagmiddel, ik denk zelfs dan dat Bitcoin altijd een bepaalde gouden status zal behouden in de digitale transactiewereld, zeg maar. Hè. Het is de eerste en daarmee al je kunt hem niet zomaar uitvlakken, Bitcoin. Dat is al niet te min, 100 miljoen. Stel je voor trouwens, hè, dat je, als je kijkt van hoeveel miljonairs zijn er nu op de wereld? Dat zijn er. Wacht even, een ander. Ja, kijk, dat was er één. Hoeveel miljonairs zijn er op de wereld? Daar had ik een berekeningetje van. Dat is een van die tapjes die is weggevallen. Pech voor jullie, misschien de volgende keer. Ik kan het nu niet meer oprakelen. Wat ik wel had, is. We leven nu, hoeveel mensen zijn er op de wereld? 7,5 miljard of zo. Ik heb ze nooit persoonlijk geteld. Dat is nog één van mijn doelstellingen in mijn leven. Maar ja, in een toekomst gaan we naar, hè, nabije toekomst, misschien wel naar 10 miljard toe of zo. Nou, laten we even de ouderen vandaag en de kinderen en de verstandelijk wat minder begaafden eruit vissen. Blijven er zo'n 4 miljard. Hoe wijd je de rijk? Nee, wijd pakt natuurlijk van verstandelijk minder beperkt. Hè. Ik zou zo ook een Trump meenemen en een aantal anderen. Maar het blijft er over zo'n 4 miljard mensen. Bitcoin, 21 miljoen bitcoins zijn er uitgegeven volgens de, dat weet je. Maar op dit moment zijn er al geluiden dat er zo'n 4 miljoen bitcoins kwijt zijn geraakt. Door private keys die niet meer teruggevonden worden. Mensen die overleden zijn en het allemaal niet verder hebben gegeven, et cetera. Ik ben er één van, hè. Jullie weten, 0,7 bitcoin van mij, ergens. Laten we zeggen dat er over een jaar of 5
4 miljard mensen leven en dat er 15 miljoen bitcoin zijn. Nou, als je dan 15 miljoen verdeelt over 4 miljard, ik kan hier bijvoorbeeld 6 nullen weghalen en hier 6 nullen weghalen, dan blijft er 15 vierduizendste over. Nou, wat is dat? Dan is dat 375 honderdduizendste bitcoin per persoon die bitcoin als betaalmiddel zou kunnen gebruiken. Dat is niet zoveel, hè? En ik vermoed dat jij al meer hebt, hé. Hey. Ja. Goed, hè? Dit zijn wat aannames en we gaan uit van een hele positieve flippening. Tegelijkertijd heb ik ook geloof in deze technologie en oh, die had ik er ook bij staan. Potverdikke me zeg. Dan ga ik er toch even bij zeggen. Hè, dat overal merk je dat cryptocurrency steeds gangbaarder wordt. Of dat het geïntegreerd gaat worden. En ik heb nu niet de afbeeldingen bij. Hè, dankzij Brave. Maar bijvoorbeeld die nieuwe Silk Road van China. Die ik meen tussen de 4 en 8 triljoen. Economische waarde gaat opleveren en zo'n 900, zeg ik nu goed, 4 en 8 triljoen en 900 miljard aan, ja, ik mis nu even wat data verder, maar die gaan hebben gepartnerd met MAN, hè, Matrix Network, en met Walton Chain, hè, twee crypto's die in zo'n geheel nieuw project ook ingebed worden. Hè, ten teken dat ook China, maar ook tal van andere bedrijven en regeringen crypto aan het adapteren zijn. En dat het the real thing aan het worden is. Had ik nog iets? Blijf maar zemelen die meeste crypto. Wat had ik nou nog? Ik weet het. Nou, jouw altcoins zijn ontzettend aan het doodbloeden. Jouw portfolio ziet er waardeloos uit. Of je hebt het al eerder heel verstandig omgezet. Tenminste, de meeste portfolio's zullen er waardeloos uitzien. Misschien denk je erom om het op te geven. Want het gaat toch niks meer worden. Het wordt maar minder en minder. En zeker als je in de beginmaanden van dit jaar bent ingestapt. Ja, je had het getij niet mee. Het getij gaat terugkeren. En al die altcoins die gaan opnieuw weer brandstof krijgen om grote hoogtes te bereiken. Maar niet alle altcoins gaan terugkomen. Er zullen heel veel altcoins in het stof, in die lage posities waar ze zich momenteel bevinden, achterblijven. En in die zin is het goed om heel kritisch nog naar je portfolio te kijken. Niet te verliefd te zijn op bepaalde munten die geweldige beloftes hebben. Maar vooral in te steken op 1. Bitcoin. Ja, dat mogen duidelijk zijn. Ethereum. En met Ethereum gewoon een aantal andere gerenommeerde platforms. Die een belofte in zich dragen om straks de vormgever te zijn van Web 3.0. Waarbij cryptocurrency geïntegreerd is in het hele internet en betalingsverkeer. Er zal er 1, hooguit 2... de winnaar van gaan worden van al die platforms, maar zorg dat je erbij zit. Naast die platforms, zorg dat je een aantal van die grote winnaars eruit haalt in je altcoin portfolio. En dan hebben we het al over eigenlijk. Ik pleit er steeds voor bitcoin op 50% van je portfolio te hebben. En dan een aantal van die platforms die dan 50% bitcoin, zo'n 20-30% platforms en dan 20% hou ik dan zelf voor die hogere risico zaken zoals bijvoorbeeld Shader of Overledger. En hoger risico houdt in dit geval in, ze hebben nog een hele lage market cap, dus nog een lange weg te gaan naar integratie in de wereld. Ook al geloof ik bijvoorbeeld heel erg in die Overledger. Er zijn er nog tal van meer, maar dan zemel ik maar door, hè. Zorg dat je erbij bent dadelijk als we weer omhoog gaan en dat je niet op het dieptepunt bent uitgestapt en de rest dadelijk allemaal ziet vertrekken in die raket naar de maan.